De economische controledienst krijgt binnenkort 4 nieuwe voertuigen om haar werk beter te kunnen doen. Dit zei minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie eerder deze week aan journalisten. Ze verklaart dat de ECD het nog steeds moeilijk heeft met het doen van controlewerkzaamheden. We hebben goedkeuring gehad voor nog 4 auto's, dus we kijken uit wanneer die 4 auto's binnenkomen. Ik ga niet zonder stoelen en tafels schuiven. Het is moeilijk werken, het is moeilijk met personeel, het is moeilijk met een vervoer, het is moeilijk met brandstof, het is moeilijk met financiële middelen. Dus dat ga ik niet onder stoelen en tafels schuiven. Maar ik ga dan ook niet zeggen dat ECD zijn werk niet doet, ze werken. De bewindsvrouw bevestigt dat de hulplijn van het ministerie niet zo goed functioneert, omdat het personeel niet eenmaal 24 uur kan worden ingezet. Volgens Kuldeep Singh is er een applicatie in ontwikkeling waarop de samenleving wel klachten zal kunnen doorgeven op elk gewenst tijdstip.